De Academie voor Hoger Kunst en Cultuuronderwijs AHKCO werkt eraan om geaccrediteerd te worden. Voorafgaand daaraan is er een tweedaagse workshop gehouden voor de docenten die gisteren is begonnen. Accreditatie houdt in dat de kwaliteit van een opleiding is onderzocht en beoordeeld door onafhankelijke deskundigen. De docenten van het AHKCO hebben tips gehad van het PTC dat vorig jaar is geaccrediteerd. Volgens Glenn Holban, directeur van PTC, heeft accreditatie meer te maken met de kwaliteit van je opleidingen dan het diploma dat daaraan gekoppeld is. Holban benadrukt dat geen enkele opleiding verplicht is geaccrediteerd te worden. Het is niet zo als u een accreditatie heeft dat u kunt zeggen het instituut is geaccrediteerd. Dat is niet waar. Het zijn de programma's die geaccrediteerd worden. Wij hebben ervaren dat het een goede versterking is van ons kwaliteitsmanagement systeem. Omdat binnen de kaart zijn er 17, 16, 17 kaart, afhankelijk van hoe u gaat accrediteren. Is er één aspect dat echt typisch de accreditatie is. En dat is om even kijken naar de programma's. En dan gaan ze echt in depth kijken van hoe ziet uw programma eruit. Levert u wel echt wat u zegt dat u levert? En dat wordt op verschillende niveaus gecheckt. Gewoon in de omschrijving die u geeft, in de toetsen die u afneemt, maar vooral bij de studenten. Wat zeggen die studenten over het programma dat u verzorgt? Dat is dus Glenn Holban, directeur van PTC. Volgens AHKCO-directeur Armand Snijders zal de academie na 35 jaar haar opleidingen accrediteren. De samenleving wil graag kennis maken met de organisatie van AHKCO. Dat vereist dat de organisatie goed gestructureerd moet zijn, zegt Snijders. Het gaat om het accrediteren van de programma's. De programma's moeten heel goed aansluiten op de behoeften van de samenleving, maar ook moeten ook de mensen daar buiten aanspreken in het buitenland. Zodat je dus, als je dus potentiële samenwerkingsopportunities hebt met buitenlandse instituten, dan moet je dat kunnen benutten. En dan kan je niet als een niet geaccrediteerd, even zo genoemd, instituut een samenwerking aangaan. Althans, in het buitenland let mij er wel op. Je moet wel intern kunnen aantonen dat je kwalitatief je organisatie verbetert. Dat je dus wat men noemt de audits, dat je de audits uitvoert. Je moet dat kunnen tonen. En als dat in orde is, dan kan je dan verder met de mensen aan tafel gaan. Dan willen de mensen met je praten. Alus Sarman Snijders, directeur van de Academie voor Hoger Kunst en Cultuuronderwijs. AHKCO. Hij sprak gisteren bij de tweedaagse workshop over het accreditatieproces van de academie. De workshop is gehouden in de Mantel en is vanmorgen afgesloten.